Hi, my naam is Liz Hathaway en dit is mijn astrologische kijk op de komende week. Wat we zien op zondag, als we dus aan het einde van de week beginnen, dan zitten we in de nieuwe maan. Nieuwe maan in Leeuw, eerste graad van Leeuw. Dus waar gaat Leeuw over? Het heerst over het hart, dus het, de kern van een zaak. Waar ons diepste, wat vanuit het hart komt, wat we begieren, wat we willen. Dus het is ook een element van wil. En dat wordt bekrachtigd omdat Mars ook in Ram komt te staan. En Mars is ook een planeet die te maken heeft met wilskracht. We hebben het over Leeuw is een vaste teken. Dus dit zijn vaak, zou je kunnen zeggen, doelen die met vuur en passie en met houvast ook in de wereld geboren kunnen worden op dit moment. En dus die nieuwe maan is altijd de start van iets, de start van een maancyclus. Het is een vuurmaancyclus. Vuur is ook gewaagd, gedurfd. Vuur is ook vol met inspiratie. Hè. Het is alsof je in een donkere kamer komt en je doet een licht aan. Dan zie je dingen. Dus vuur is ook heel bewust, heel scherp. Het heeft dat capaciteit om anderen ook warm te laten lopen voor ideeën en plannen. Dus het maakt anderen enthousiast. Het verwarmt het hart. Dus dit is eigenlijk de energie die dus nu meer en meer begint te ontstaan, zeg maar. Terwijl als we kijken naar die waterenergie, de kreeft, de Mars en kreeft, dat is wat meer, net als de kreeft zich, in zijn schulp terugtrekt. Het is wat reflectiever, wat meer naar binnen kijken, ook wat meer huiverig om dingen of fouten te maken. Of zeker met die Pluto die ook in steenbok daar tegenover staat. En ook met Uranus ook in Ram. Dus het is alsof je eerst door een fase gaat, zou ik maar zeggen, waarin dat waterelement dominant is. Hè, waar je in het gevoelssfeer misschien wel blijft hangen. En nu de overstap naar vuur, stapt naar buiten. Hè, gaat de wereld in, gaat dingen ondernemen. Vuur houdt van een risico, houdt van een gok. Water heeft dat minder. Hè, water is eerder van, en wat zal er dan gebeuren? Zeker met wat ik zei, Pluto in beeld. Dus dit is een week van overgang. Wat ook heel belangrijk is in dat hele vuurtraject, zeg maar, waar we dus nu binnenstappen, los van de nieuwe maan. We hebben ook op woensdag bijvoorbeeld Mercurius, driehoek Saturnus. Dus dan begint Mercurius eigenlijk een grote vuurdriehoek te creëren. Dus die grote vuurdriehoek, dat is dan tussen Mercurius, planeet van de communicatie, planeet ook van begrip, dingen kunnen snappen en het ook door kunnen vertellen. Die planeet Mercurius is op de noordknoop en dan maakt hij dus die driehoek met Saturnus, waardoor de gedachten ook geordend kunnen worden. Dus waar ze dus getest kunnen worden. Dus Saturnus is altijd de realiteitsprincipe. Maar er zit ook vanuit Uranus, want Mercurius is ook driehoek Uranus, er zit ook een stuk inspiratie in. Een stuk vooruit kunnen kijken. Een stuk, je zou bijna kunnen zeggen, kunnen aanvoelen en zien wat er gaat komen. Uranus kan heel visionair zijn. Dus deze grote vuurdriehoek, die ook later in de maan, door Mars en later nog door de zon ook weer bekrachtigd gaat worden, zie ik als een indicatie in ieder geval om gewichten van je schouders te laten vallen en het leven te omarmen zoals het is en het te leven en ervan te genieten en in die energie op te gaan als het ware. Jezelf niet opbranden, hè, dus niet meer beloven dan want dat is ook het gevaar van vuur. Het raakt zo enthousiast dat het op alles ja zegt. En dan blijkt van, oh,
ja, had ik ook, was dit vergeten of dat vergeten. Dus vuur kan ook, hè, want wat we kennen van vuur, het is een wildfire. Hè, het kent geen grenzen. Dan gaat het allemaal door, hè, en het is een ravage. Dus het is wel belangrijk, denk ik, dat die Saturnus ook retrograde, waardoor je dus een extra rem krijgt. Ik denk dat Saturnus momenteel wel nodig is. Maar in principe, als wij ons eigen grenzen en niet meer beloven dan we kunnen, of geen valse beloftes maken, maar het wel, hè, met die nieuwe maan, hè, dus bij het hart, bij wat we weten van onszelf waar te zijn, als wij dat met authentieke Uranus kracht naar buiten brengt, kan dit een heel, een heel, wat is het woord waar ik naar zoek? Het kan een heel productieve periode zijn. En zeker op het gebied van ideeën. Vergeet Mercurius met de noordknoop. En dus kijk waar die Mercurius noordknoop valt in je horoscoop. Dat is, en dat is eigenlijk zeg maar rond 25, 26 Leeuw. Kijk in dat gedeelte. Dat laatste decan zeg maar, van Leo. Dat is heel erg in beeld. Ook later als die eclipse komt, later in de maand. Daarnaast hebben we dus, ook wat ik zei, Mars gaat naar Leeuw op donderdag. Hè, dus dat geeft de extra wilskracht aan de zon. Krachtige nieuwe maan ook op zondag met Mars in beelden. Waardoor het een extra power krijgt, een extra drive. En daarvoor op dinsdag is een dag om op te passen. Zeker in het begin van de dag, want Mars is vierkant Uranus. Dus er zijn een paar dagen dus waar je vooral in het verkeer en als je op een ladder moet klimmen. Of, dus pas op voor ongelukken, want dit is een bewezen aspect die voorkomt vaak als ongelukken plaatsvinden. Een bekende voorbeeld is de dood van prinses Diana. Zonder Mars vierkant Uranus, maar ook soms zie je aardbevingen of erupties van vulkano's en dat soort dingen. Dus het is eigenlijk hoe Mars Uranus zich kan manifesteren. Of het kan natuurlijk op een veel kleine manier. Als je niet oppast met het snijden van je groente, krijg je ook een bloedige vinger, dat soort dingen. Maandag, dus ik loop eigenlijk vanuit zondag terug naar maandag. Maar vandaag is Venus vierkant Neptunus ook weer een heel mooi creatieve vierkant eigenlijk. Je ziet heel vaak in de horoscoop van kunstenaars. Dus, maar ook een dag waarin onze sympathieën worden aangewakkerd. En we moeten dus voorzichtig zijn ook daarin dat we dus niet in het verhaal van de ander onszelf verliezen. Oké, ik wens jullie een hele fijne week en dankjewel voor de aandacht. Doeg!